Energie-exploitant Geo Dongen is failliet. En dat is slecht nieuws voor bewoners van Nieuwowijk, de Bijaard in Dongen. Die huishoudens zijn voor de verwarming van hun huis afhankelijk van de energieleverancier. Gisteravond was er een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Bijaard. Een nieuwbouwwijk in Dongen wordt gewerkt met een collectief warmte-koude systeem. Al gauw na de oplevering van het hypermoderne systeem waren de problemen met de verwarming en na een blikseminslag in juli viel de verwarming helemaal uit. En Geo Dongen raakte in de financiële problemen. De gemeente zegt dat er wat geregeld gaat worden, zodat de bewoners niet letterlijk in de kou komen te zitten.